300 Groningse kinderen tekenden vandaag een contract met spelers van FC Groningen. Ze beloven 20 weken lang gezonder te eten en meer te bewegen. In die tijd besteedt hun school extra aandacht aan een gezonde leefstijl. De kinderen krijgen als tegenprestatie een voetbalkliniek en een rondleiding door de Euroborg. Maar vooral de ontmoeting met de spelers vonden de kinderen erg bijzonder. Wat leren de jongens hier allemaal? Nou, allemaal trucjes. Die jongen daar, die is nu, ja, die daar, die leert ons freestyle trucjes. En hij leert ons allemaal trucjes gewoon op de grond. Dat je de bal zo op je voet houdt. En dan in de lucht en dan met je scheen weer naar beneden tikken. En lukt dat een beetje? Nou, bij mij nog niet echt heel goed, maar wel op mijn voet leggen. De activiteiten zijn onderdeel van het project Be Slim van de gemeente, FC Groningen en zorgverzekeraar Menzies. Van de 50 grootste gemeenten wordt Groningen het minst zwaar getroffen door de economische crisis. Dit blijkt uit cijfers van de nieuwe Atlas voor gemeenten. Gemeenten in Noord-Brabant en Limburg worden het zwaarst getroffen. Groningen heeft minder te lijden, omdat er hier veel overheids- en semi-overheidsbanen zijn. De werkloosheid zal hier dan ook het minst stijgen. Wielrenner en stadjer Bauke Mollema komt dit voorjaar waarschijnlijk niet meer in actie. De renner in dienst van de Rabobank stapte vorige week af in de ronde van Baskenland. Het herstelvermogen van de wielrenner lijkt niet in orde. Daarom onderging hij gisteren een bloedonderzoek in het UMCG om na te gaan wat hem mankeert. Mollema zal in elk geval niet starten in de ronde van Romandie en de Waalse Pijl. Vandaag is een handtekening gezet onder het plan om een stadsdekkend draadloos netwerk aan te leggen in Groningen. De gemeente en de Rijksuniversiteit Groningen verplichten zich daarmee de diensten af te nemen van Unwired Holding CV, het bedrijf dat het netwerk gaat aanleggen en exploiteren. Studenten en toeristen kunnen dan in de hele stad, inclusief Hoogkerk, gebruik maken van draadloos internet. Het netwerk moet in 2011 klaar zijn.